afgelopen maanden hebben we het uitgebreid gehad over de high-tech ontwikkeling in onze Brabantse economie. Afgelopen week werd al voor de derde keer de Dutch Technology Week gehouden. En aangeschoven is Imke Karsouw, directeur Brainport Development en ook nauw betrokken bij die DTW. Wat willen jullie met deze week bereiken? Nou, wat we met name met die week willen bereiken is dat er echt 7 dagen lang de spotlight op de maakindustrie en op technologie wordt gezet. Die Brainport-regio is een bijzondere regio. Eigenlijk al sinds jaar en dag ontzettend veel maakindustrie hier, die jullie ook eigenlijk hebben belicht in het programma. En wat je alleen ziet is dat vaak maakindustrie en ook de technologie een beetje achter de schermen blijven, dat het niet zichtbaar is. Veel mensen vinden het soms ook een beetje spannend, technologie, terwijl technologie all over is, in je camera, in je telefoon. Technologie kan je leven een stuk makkelijker maken. Maar hoezo achter de schermen? Want je kan geen krant overslaan of er wordt gesproken juist over al deze innovatieve ontwikkelingen in het FD, de Entrepreneurial Award, de FDI's die er zijn ontvangen. Hoezo is er dan volgens jullie nog steeds behoefte aan dat het niet trots genoeg zou zijn? Nou ja, wat je enerzijds ziet is dat bedrijven zijn natuurlijk gesloten. Je loopt daar niet zomaar binnen. Dus je kunt gewoon niet zien wat er daadwerkelijk gebeurt. En het allerbelangrijkste is, als wij deze regio een stuk verder willen laten groeien, nog meer economisch willen laten groeien, dan hebben we veel technisch geschoold personeel nodig. Zowel in het mbo, hbo en wo. En we willen dan ook laten zien wat je met technologie kunt doen. Dat het iets je leven kan verrijken, van verbeteren. En dat is heel mooi. Mooi is om daarin te werken. Dus het is nog steeds nodig om dat te stimuleren. Denkt u er ook zo over? Ja, ik denk dat de maakindustrie is de backbone, oftewel de ruggengraat van onze Brabantse economie. En daar komt wel liefst de helft van onze export vandaan. Dus die moeten we koesteren. Hiermee kunnen we ook laten zien dat we niet alleen producten weten te bedenken, maar dat we ze kunnen produceren. Ja. Dat betekent meer werkgelegenheid en een veel betere concurrentiepositie in het buitenland. Dus daar moeten we echt voor gaan. Ja. We zouden gaan terugblikken. Hè? Dit wordt een gezamenlijke eerste terugblik. We gaan kijken naar Sorama. Ook echt excellerend op technologisch vlak. Heel veel mensen kennen het bedrijf ook omdat het geweest is in De Wereld Leert Door. Met een camera die geluid kon meten. We gaan heel even samen naar het scherm kijken. Het bedrijfje Sorama hier in het Videolab op Strijpas heeft een missie. Met hun geluidscamera willen ze de wereld een klein stukje stiller maken. Rick Scholten, 4,5 jaar geleden begon je in de kelders van de TU Eindhoven. En ja, nu ben je hier. Het gaat hard? Ja, het gaat zeker hard. We zijn inderdaad vanuit de TU 2,5 maand geleden hier naar Strijp gegaan. Een grotere locatie, meer ruimte. En het team is groeiende, dus dat is een goede zaak. Kijk, er is vraag naar jouw camera, een geluidscamera. Ja, waarom? Wat doet het? Eigenlijk plat gezegd om producten stiller te maken. En ik kan een voorbeeldje geven, bijvoorbeeld een cv-ketel die in je huis hangt. Nou, mensen hebben daar wel de associatie mee dat als je hem aanzet, het herrie maken in je woning. Wij kunnen deze camera gebruiken om hem ervoor te houden. En dan kun je precies zien waar precies dat geluid vandaan komt. Dus of er een lekje in zit, of het een elektromotortje is, of juist een paneel dat staat te klappen. Gert-Jan, als ik aan een camera denk, dan denk ik aan zo'n lensje in je telefoon of aan zo'n camera. Ja. Een apparaat met een lens. Jullie hebben een geluidscamera, maar het is totaal iets anders. Klopt. Onze camera ziet er inderdaad anders uit. Wat je hier ziet is een heel groot vlak. Hier zitten 1024 microfoontjes in. Op de punten waar alle lijnen bij elkaar komen, daar zitten die microfoontjes. Dus heel klein zijn. Elk kruispunt, daar zit een microfoontje. Okay. En met deze camera kunnen wij onze klanten inzichten geven in hoe hun product zich dus gedraagt als het gaat om het produceren van geluid. En het mooie van onze technologie is dat wij vertraagd in de tijd, in dit geval is het ongeveer 500 keer zo traag als het in de werkelijkheid gebeurt, zien wij de plaat bewegen. We zien hier in het rood de plaat die op je afkomt en in het blauw hoe de plaat van je afgaat. En daarmee geven we dan ook de ontwerper van zo'n kast ook het inzicht wat hij hier nou aan zou kunnen doen. Ja, ontzettend leuk hè, om te zien. Ja. Helemaal bijzonder is dat we natuurlijk te gast zijn nu op de TU in Eindhoven. En dat dit een spin-off is daarvan. Ja. Het moet u vervullen met trots als u naar dit soort bedrijven kijkt. Ja, absoluut. Absoluut. En wel om meerdere redenen. Enerzijds precies wat je net zei. Het is een student vanuit deze technische universiteit die kennis omzet gewoon in ondernemerschap, een bedrijf start. In deze regio hebben we 7% meer startende ondernemingen dan in de rest van Nederland. Dus dat is goed.
Wat ik ook heel mooi vind is dat ze doorgroeien en dan dus een nieuwe locatie zoeken in de stad. En dat kwam nu nog even niet aan bod, maar zij leveren toe met kennis die ze vanuit de universiteit hebben, leveren ze toe aan bijvoorbeeld de automotive industrie. Dus de Inalfa is een bedrijf in Venray dat daken maakt voor de auto-industrie. Mm-hmm. En daar gebruiken ze die camera's weer van dit jonge bedrijf. Dus je ziet hiermee de hele keten van kennis naar ondernemerschap, naar toeleveranciers. En uiteindelijk wordt daar de auto's van BMW en Audi stiller mee gemaakt. We zijn ontzettend aan het inzetten met elkaar op die zogenoemde maakindustrie. Hoe belangrijk is dat? Wat voor aandeel vervult die maakindustrie? Ja, die maakindustrie die heeft een enorm aandeel. Hè. Die zit wijdverbreid in heel Brabant. Het mooie is, we hebben eerst gezien dat heel veel industrie verdween uit Brabant. Dat ging naar Oost-Europa en China. En tegenwoordig verwachten we alweer dat de maakindustrie aan het terugkomen is. Er is een heel mooi initiatief voorgenomen vanuit Brussel met een ingewikkelde naam, het VanGut-initiatief. Ja. Maar wij denken door de nieuwe technieken, met name ook vanuit Brainport, waarin we werken met robots en met domotica-technieken en met 3D-printing, dat we weer de maakindustrie weer terug kunnen halen naar Brabant. Ja, heel belangrijk dus die maakindustrie, maar daar is ook heel veel arbeidspotentieel voor nodig. Hoe ziet u dat? Is dat aanwezig in onze provincie? Nee, daar is inderdaad wel een tekort aan. Wat misschien ook wel belangrijk is om nog even te zeggen dat reshoring, steeds meer industrie die terugkomt naar de regio, zien we absoluut. Helemaal eens met de gedeputeerden. Maar er is ook nog steeds heel veel maakindustrie die al lang in deze regio zat, in Nederland was. En wat we even met elkaar niet meer wilden zien, omdat Nederland in de ogen vonden van velen... Vonden we het niet chic genoeg? Nee, ik denk het niet. Niet chic genoeg. Nederland zou een diensteconomie worden. En eigenlijk zien we nu weer dat die toegevoegde waarde van die high-tech industrie ongelooflijk belangrijk is. Dus met terugwerkende kracht gaan we dat met elkaar op de kaart zetten. Ja, absoluut. En een grote input ook, denk ik, op de kwaliteit van het onderwijs dan. Ja, kijk, we hebben wel veel meer arbeidskrachten nodig. Je ziet dat we hier een hoge werkloosheid nog steeds in de regio hebben. En toch ook afgelopen jaar, de cijfers zijn net bekend geworden, hier in de regio de high-tech maakindustrie 1000 banen erbij. Dus de mismatch op die arbeidsmarkt is echt wel groot. Dus daar moeten we aan werken. Wat ik wel mooi vind om te zien hier op de universiteit bijvoorbeeld afgelopen jaar en ook de jaren daarvoor al, het aantal studenten wat instroomt neemt toe. Het aantal meiden ook. Dus heel langzamerhand zijn we die mammoettanker met elkaar wel aan het draaien. Ik vroeg of u trots was. Meer dan trots is mijn conclusie. Absoluut. Dank u wel.